Wat fijn dat je vandaag terug bent bij de dagelijkse overdenking van Joyce Meyer. Want hoe je het ook doet, tijd nemen om in Gods aanwezigheid te komen is altijd het beste. Jouw overdenking voor 12 november. Het plan van de duivel weerstaan. Het Bijbelvers voor vandaag staat in 1 Petrus 5 vers 9. Bied weerstand aan hem, vast in het geloof, in de wetenschap dat hetzelfde lijden ook aan al uw broeders in de wereld opgelegd wordt. Als je de grote en machtige dingen wilt die God voor jou in petto heeft, dan moet je tot de bodem willen gaan om elke negatieve denkwijze bij de wortel te verwijderen. Want zolang de wortels niet verwijderd worden, blijven ze de ene na de andere slechte vrucht produceren. Te vaak zijn we bezig in ons leven met de slechte vruchten van ons gedrag. Maar we graven nooit diep genoeg om tot de wortel van ons probleem te komen. Om diep bij de slechte wortel te komen kan erg confronterend en pijnlijk zijn. Maar het is de enige manier om het probleem aan te pakken. We kunnen kiezen voor de pijn van verandering door te doen wat juist is. Of we kunnen doorgaan met het plan van de duivel ons pijn te laten leiden door hetzelfde te blijven. Het is zijn doel om je voor altijd in je oude gewoonten vast te houden. Petrus zegt ons om evenwichtig en op onze hoede te zijn en de duivel gelijk vanaf het begin weerstand te bieden. Je moet beslissen of je de pijn wil die je leidt naar een nieuw zegenrijk gebied of dat je aan dezelfde oude pijn wilt vasthouden die slechte vruchten in je leven voortbrengen. Bied vandaag weerstand aan de duivel en volg de Heilige Geest naar het plan dat God voor je heeft. Als je wilt, bid dan met me mee. Heere God, ik heb uw hulp nodig om weerstand te bieden aan het plan van de duivel. Ik besef dat het opgraven van slechte wortels pijnlijk is. Maar als het mij dichter bij u brengt, dan doe ik het. Geef mij kracht als ik weerstand bied aan de duivel en mijzelf toewijd om u te volgen. In Jezus' naam, amen. Fijn, hè? Even stil zijn en luisteren naar een overdenking? Houd je vast aan Gods woord. Tot morgen. Mocht je anderen ook willen attenderen op deze podcast, abonneer je dan op ons kanaal en stuur deze overdenking door aan iemand die vandaag een bemoediging kan gebruiken. Alvast bedankt.